Als je zoiets denkt, kom ik niet uit Jersey. Hey Chip, heb jij even? Voor jou, Frankie, altijd! Tommy zit een pizzie in de problemen. Hoeveel pizzie? 150.000. Waarom staat hij dan niet hier bij mij? Tommy zingt My Mother's Eyes niet zoals ik. Jij zorgt voor de familie, Frankie, daar hou ik van. Ja? Ik zal zien wat ik kan doen. Dames en heren, de Sea Breeze Lounge presenteert met trots de eenmalige terugkeer van haar wereldwijde platenstemmen, The Four Seasons! Doe je helemaal zelf, Tommy? Jongens, kunnen we misschien... Wie begon de groep? Wie deed de boekingen?
Zonder mij lagen jullie allemaal in de achterbak van een kar met een kogel door je kop. Ja, dankzij jouw vrienden. Weet je wat raad zou zijn, aangezien ik je mee begon voor een van jullie? Een tikje respect. Voor wat? 162.000 in de min staan? Oh, je denkt dat het de makkie is, hè? Groep runnen. Dealen met de mannetjes, club-eigenaars, platenmaatschappijen. Iedereen die in een all aanhaaien van hier tot Tokio. Zal jullie allemaal een zorg zijn zolang Tommy er maar voor zorgt. En ik heb ervoor gezorgd. Echt zit! Tommy geeft geen reet om de groep. Nooit gedaan. Het ging jou allemaal om je eigen dingen. Pas dan kwam de groep. Godverdomme. Je wilde nooit oefenen. Je jaagt Nicky naar de fles, jouw Bob door de mangel. Laat staan, je probeert mij gek te maken. Vanaf dag 1. En het erge is, je bent geen slechte muzikant. Zou je een beetje je best doen, maar nee. Je hebt het te druk met opscheppen. Appartementjes huren voor je vriendinnetjes. Weet je, het is mooi geweest. Klaar met die bullshit. Zo praat je tegen vrienden, Frankie? Vrienden? Ja hoor. Niet één kerstkaart. Niet één kerstcadeautje. Niet één keer dat we uit eten gaan en jij trakteert. Niet één keer dat je me vraagt hoe het met mijn kinderen is, hoe het met mij is. God bewaar me, Tommy. Ergens zal ik je graag je bek zien gaan. De stronzo, de scrapjambo! Hallo, Jochies. Doe dat maar buiten. Makke kafoli. En van zijn loeien op een kolino. Makke vergooi. Goed dan. We gaan dit als volgt aanpakken. Moment, meneer de Carlo. De groep heeft een besluit genomen. Hebben we dat? We gaan elke stuiver terugbetalen die u van Tommy krijgt. Wat? Ben je gek geworden? Wat dit heeft. Het is maar 1,5 ton. We hebben iets groots in handen. Het heeft dus een hoop werk. Het kost een hoop jaren. Dus de groep neemt de schuld. Het is zijn probleem. Waarom moeten wij ervoor opdraaien? Omdat anders alles uit elkaar spat. En? Is dat goed genoeg?